vrienden, we moeten het even hebben over het media gebeuren in Nederland. Ja, we gaan even terug, even een aantal weken terug. Toen was er een boycott aan de hand. Kan je nog herinneren? Ja, want Angela de Jong van het Algemeen Dagblad, die had een hele tijd hele vervelende dingen over Talpa geschreven. En over de programma's op SBS6. Ja, want die ging constant tekeer. En ik was het daar, dat moet ik eerlijk zeggen, heel vaak mee eens. Het ging wel eens een beetje hard bij die Angela. Maar ik dacht toch bij mezelf, ja, die heeft toch wel gelijk. Maar daar waren een paar lange tenen en een paar pikjes. Daar werd op getrapt bij de Talpa's. En die werden boos. En die zeiden, ho, boycott tegen het Algemeen Dagblad. Jullie komen er niet meer in. En jullie krijgen ook geen interviews meer met onze mensen. En ook niet meer, helemaal niks meer. Klaar. Nou, dat was natuurlijk een enorme, flauwe en kinderachtige reactie van Talpa. Want ja, hallo. Kan je niet tegen kritiek komen op even in deze business? Come on! Maar goed, dat gebeurde dus. Nou, en wat hebben we nu? Hebben we de krant gezien vandaag? Dan komt er een stuk over die John de Mol. De lusten de honden en de ratten en niemand lust daar brood van. En dat is dan gewoon omdat ze daar nog steeds ontzettend boos zijn, kennelijk bij het AD, op de boycott van Talpa. En die hebben dus hun rancuneuze gevoelens, die hebben ze niet onder controle kunnen houden. Dus, wat hebben die gedacht bij zichzelf? We grijpen hem terug en we zullen ze pakken daar bij Talpa. Dus die komen daar met een verhaal over die John de Mol. Nou ja, pardon zeg. Dat slaat helemaal nergens op. En John de Mol, ja, dat weet ik zelf nog wel. Ja, John de Mol, zijn wil is wet, dat weet ik wel. En wie er niet luistert, ja, die heeft een probleem. Maar goed, wat dan nog? Mag hij? Hij bepaalt, hij is de baas van die tent. Ja. Maar goed, dan schrijven ze van, ja, hij blaft medewerkers af. En ze hebben allerlei mensen gebeld die allemaal negatieve dingen over John de Mol zeggen. En het is werkelijk, het is gewoon een poging om iemand heel erg te beschadigen. Dit is op het niveau van een roddelblad. Dit is werkelijk schandalig wat ze gedaan hebben daar bij het Algemeen Dagblad. Ja, die moeten zich diep en diep schamen. Want dit gaat dus, kijk, het ophouden was dus flauw en kinderachtig. Maar dit gaat flauw en kinderachtig zelfs heel erg voorbij. Dit is heel, heel erg treurig, Algemeen Dagblad.